Het jaar 2020 heeft veel veranderingen met zich meegebracht, meent TeleSUR-directeur Mike Antonius. Door de COVID-19-pandemie was het bedrijf genoodzaakt over te stappen naar een nieuw normaal, dat elders in de wereld al normaal bleek te zijn, en wel het fenomeen van thuiswerken. Antonius gaat in op de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Waar wij waren door COVID, zeg maar, genoodzaakt het te gaan implementeren. En daarvoor hebben we er jaren over gesproken, maar die Gwinty was er. Dus we hebben het nooit gedaan, en maar door COVID ineens. Op afstand werken, en we zijn ook redelijk goed in staat geweest om toch nog op afstand te kunnen performen. Het was in het begin wennen. Wennen in de zin van met COVID, ga je naar mensen thuis, ga je die aansluiting verrichten, ga je die storing opheffen. Je wil je klanten ook niet in gevaar brengen, het was nieuw. Dus in de beginfase hebben we ons voornamelijk gefocust op de storingen, minder op de aansluitingen, omdat we niemand in gevaar willen brengen. Maar ook met zeker, als ik zijn naam mag noemen, dokter Andami van het Academisch Ziekenhuis, die heeft ons wat COVID-protocollen aangeleerd over hoe we het wel konden doen. En halverwege het jaar hebben we het kunnen oppakken. En we hebben toch onze 10.000ste klant kunnen aansluiten, nieuwe klant kunnen aansluiten voor dit jaar. Dus als ik terugkijk, een jaar vol veranderingen. Veranderingen waar we misschien vroeger over spraken, maar we hebben ze dit jaar kunnen implementeren. TeleSUR heeft de nieuwste technologie in huis, zegt de TeleSUR-directeur. Dus worden er investeringen gepleegd en verbeteringen aangebracht op andere gebieden. Waar we wel in gaan uitbreiden is LTE. We gaan er verder in uitbreiden en we gaan er stevig in uitbreiden. Als marktleider dan hoor je dat te doen en is dat je gedrag. Maar met glasvezel, daar hebben wij een leap into the future gemaakt. Met onze fiber to the curb en onze fiber to the home. En het lijkt er misschien niet nog echt op, omdat weet je, er is nog een aspect waar we aandacht aan moeten schenken. Dat noemen we in onze business de last mile. Het is de afstand van die vele grijze kasten in de buurten naar de modems thuis. Daar moet er optimalisering plaatsvinden en door COVID hebben we daar een redelijke vertraging in gehad. Dat gaan we oppakken, dat gaan we fixen dit jaar. Wat we ook zullen doen is we gaan focussen op de modems zullen vervangen moeten worden. Want we hebben ADSL modems en dat is een asymmetric digital subscriber line, is asymmetrisch. Download is hoger dan upload. Wij zullen daar moeten gaan naar symmetrische modems. Dus de modems zullen vervangen moeten worden van de klanten. En dat zullen we natuurlijk moeten doen in samenspraak en gradueel met klanten. Omdat er een kostenpost van zeker rond de $85 aan zo'n modem verbonden is. Mensen hebben meer uploadsnelheid nodig wanneer ze werken van huis uit. Les volgen, les geven van huis uit. Of whatever. Heb je meer uploadsnelheid nodig. Uploadsnelheid is nu belangrijker geworden. Dus dat is een aspect waar we aandacht aan zullen schenken in de komende periode. Aldus TeleSUR-directeur Mike Antonius, die zegt dat TeleSUR zal beginnen met het verbeteren van het LTE-netwerk.